Yes, ik ben Renske en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe live GTA 5 commentary. En in de commentary van vandaag laat ik jullie de nieuwe update zien van GTA 5 Online. En dit is de Festive Surprise DLC. Dit is helemaal in het teken van kerstmis. En misschien ken je het nog wel van vorig jaar. Vorig jaar was precies hetzelfde. En het is nou niet precies dezelfde spullen, maar het was hetzelfde concept. Je kreeg allerlei verschillende kerstmisartikelen in de game. En die waren dus vrijwel allemaal gratis met een paar dingen die je dus kon kopen. Dus als eerste iets wat een heel bij hoort bij kerstmis. En dat is een kerstboom. En tada. Nou, hier, kijk eens aan. Er staat een kerstboom in je huis met een prachtig mooie piek erop. Dus dat is al helemaal in het teken van kerstmis natuurlijk. En het mooie van alles is dat net zoals vorig jaar krijgen we binnenkort weer sneeuw. Dus nou is er nog geen sneeuw. Ik had gehoord dat dat vrijdag kon gaan beginnen. Dus ik maak deze video op donderdag. Jullie kijken hem op vrijdag. Dus de kans is aanwezig dat er al sneeuw is. En anders dat er vanavond sneeuw komt. Dat is wat ik gehoord heb. Er komt sowieso sneeuw, maar wanneer dat dus precies het geval is, dat kan ik jullie niet vertellen. In ieder geval, er zit wel verschillen tussen Next Gen en Old Gen. Nou, Old Gen is dus Xbox 360, PlayStation 3. Next Gen is de PlayStation 4 en de Xbox One. Nou, bij de PlayStation 3 en de Xbox 360, daarbij is het gewoon net zoals vorig jaar gewoon sneeuw in de game. Alleen bij de Next Gen versie is het zo dat het begint met gewoon een beetje sneeuw, gewoon losse sneeuw. Maar tegen het eind van de avond, dan is het allemaal glad, omdat het dan plat gereden is. Dus dat is een soort van dynamisch effect. Dus dat is heel erg vet en ik ben benieuwd of je dan lekker mooi kan gaan driften. Maar als eerste, het belangrijkste, en dat is dat er 4 nieuwe auto's zijn. Nou, ik heb die auto's niet gekocht in multiplayer, ik heb ze wel in singleplayer. Dus ik zal eerst even laten zien hoe je ze überhaupt kan kopen. En dat is door naar je telefoon te gaan, naar internet. En dan vervolgens naar Travel and Transport. Dan ga je naar SouthernSanAndreasSuperAutos.com. Daar klik je op. En dan kom je op deze pagina terecht. En de eerste 4 zijn dus nieuwe voertuigen die je kan krijgen bij de Festive Surprise DLC. Dat staat hier ook boven. Nou, het zijn eigenlijk allemaal auto's die we al kennen. Zoals deze Jester. Deze Dubachi. Deze weet ik niet zeker, maar volgens mij zit deze er ook in. En dan de Red Truck. Nou, op zich vind ik dit ding wel heel grappig, want ik heb hier ooit een video over gemaakt. En dat is volgens mij mijn meest bekeken video ooit. En dan kun je deze auto, die kun je ergens in the middle of nowhere kun je vinden bij van die hillbillies. En dan is hij helemaal verroest, dus dit is de verbeterde versie, zeg maar. Gewoon met goede lak en zo. Maar de auto is in principe hetzelfde. Vervolgens heb je deze. Nou, ik weet niet of dat deze al in zat, maar hier kun je verder eens niks aan tunen. En dan heb je de Dubachi. Dit is gewoon een normale Dubachi, alleen dan met stickers erop. Je kunt er volgens wel gewoon volledig tunen en je kunt ook de kleur veranderen. En bij deze is dat precies hetzelfde bij de Jester. Ik zal zo meteen laten zien uit singleplayer en dan kun je dus zien hoe ze eruit zien. Maar ik heb op zich niet zo heel veel geld. Ik zit nu op 890.000, bijna trouwens. En ik wil nog een hoop dingen kopen, dus we gaan dit niet kopen. Maar wat heel belangrijk is om te weten, is dat je sinds deze update voortaan 3 verschillende huizen kan hebben. Dus of je kunt ervoor kiezen, bijvoorbeeld 2 huizen en een garage. Maar in ieder geval, het komt erop neer, je kunt dus 3 verschillende dingen hebben. En dat is enorm chill, want dat wil betekenen dat je nou dus 30 auto's in totaal kan hebben. En dat is heel erg fijn, want iedereen wil altijd meer plek, meer auto's. En ik kan dus nou 10 extra auto's gaan kopen. Maar dan moet ik eerst wel een huis of een garage kopen. En ik ben er zelf nog niet helemaal uit welke ik ga kopen. Volgens mij zijn er geen nieuwe huizen. Dus ik zat eigenlijk aan het denken om voor een garage te gaan. Dat is natuurlijk wel een stukje goedkoper. Maar die garage zitten allemaal op zo'n uitgestorven locatie. Dus dat is ook niet echt heel erg leuk. Maar dit is dus de Jester. En vervolgens heb je daar de Dubachi. Dus misschien dat ik die Dubachi inruil. En dan die nieuwe versie pak met die stickers. Maar dan moet ik even dus kijken. En waar gaan we nou mee beginnen? We gaan even met de Jester rijden. Want we gaan het een en ander even inslaan. Want er is natuurlijk veel meer dan alleen dit. En ik geef jullie nou een beetje een rondleiding van wat er allemaal nieuw is. Dus we gaan eerst even richting de wapenwinkel. En dan gaan we daar eens eventjes wat wapens kopen, want er zijn een tweetal nieuwe wapens verkrijgbaar. En of het echt wapens zijn, dat weet ik niet, want het is een mijn en het is een soort van stinger. Dus echt, het is niet zoiets als bijvoorbeeld een assault rifle, maar het valt onder wapens natuurlijk. Maar dan gaan we eens eventjes heen en die gaan we kopen. En die dingen zijn pittig duur, dus daarvoor moet je wel even wat geld opzij leggen. Dat kan ik je alvast wel vertellen. Dus hoppakee. Ik ben echt benieuwd wanneer die sneeuw komt. Want daar kijk ik echt het meest naar uit. Want dat geeft de game zo'n fantastische sfeer, jongen. Die sneeuw. Ik vind eigenlijk dat ze dat gewoon altijd moeten doen. Dat bijvoorbeeld om de, weet ik veel, om de zoveel weken of zo. Dat het dan gaat sneeuwen in de game. Of dat ze juist een bepaalde periode. Ik bedoel, nou is het echt winter. Dat ze gewoon heel de winterperiode sneeuw in de game hebben. Bijvoorbeeld niet iedere lobby.
Maar wel om de lobby's of zo. Dat zou wel lachen zijn. In ieder geval, we zijn nu aangekomen bij de wapenwinkel. En dan gaan we eens even kijken naar die nieuwe artikelen die we kunnen kopen. Dus we gaan eerst naar binnen. En dan hebben we daar onze grote maat. En dan gaan we eens even kijken waar hij allemaal een aanbieding heeft voor ons. En dat is op zich niet heel veel nieuws. Maar dit is allemaal, dat kennen we allemaal. Dan gaan we hier naar rechts en dan zie je dus twee dingen. En dat is deze homing launcher. Dat betekent dus dat je kan lokken op dingen. En ik heb 7% discount. Dus het kan zijn dat die bij jou duurder is. Waarom ik die discount heb, dat weet ik niet. Volgens mij is dat omdat ik een bepaald level ben. Maar dit ding kost dus zowat 70.000 voor een launcher. Maar ja, dat ding, dat moet je gewoon hebben. Dat is fucking awesome. Dus die heb ik gekocht. En dan kun je hem volgens nog een kleurtje geven. Nou, daar wachten we wel eventjes mee. Want ik ben niet zo heel erg rijk om dat ook nog te gaan doen. Dus we kunnen ook nog full ammo, hoppakee. Keigek. En dan hebben we dit. Dit is op zich echt fucking vet. Want dit zijn mijnen. En ik weet niet precies hoe het werkt. Dus die gaan we zo meteen ook even uitproberen. En die gaan we dus ook... die kun je maximaal 5 hebben. Dus dat is jammer. En ja, dan hebben we een beetje alles interessante wat we hier kunnen halen. En dan gaan we eens even kijken voor leuke kleding en maskers. Want daar zijn er ook een hoop nieuwe van. En die zullen daar ook wel duur zijn. Die ga ik waarschijnlijk niet allemaal kopen. Kleding is trouwens gratis. Volgens mij zijn die maskers ook gratis. Dus gaan we even kijken. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen als het gratis is. En we zijn heel dichtbij een winkel, dus dat komt goed uit. Want daar rijden we nou rechtop af. En hoppakee. Suburban. Parkeer hier prachtig mooi op de stoep. Kijk eens aan. En dan gaan we eens even kijken voor leuke kleding voor kerstmis. En volgens mij heb ik die kleding nog van vorig jaar. Ik weet niet of dat wegging, maar in ieder geval heb je dus die festive tops. En heb je dus een hoop nieuwe kleding. Nou, dit kent iedereen, want dat is echt van die typische kerstkleding. En dit is allemaal gratis, dus waarom ook niet, jongens. Kopen, kopen, kopen. En het ziet er echt niet uit. Het is echt fucking lelijk. Maar tegelijkertijd ook juist heel erg leuk. Dus ik ga waarschijnlijk wel de komende paar dagen gewoon in een leuke kerststemming rondlopen. Ik ben even aan het kijken welke we gaan nemen. En hier lijkt je dik in, hè. Dan moeten we die hebben. Ik zat te denken aan deze. Dit ziet op zich wel grappig uit. Misschien... dit is wel overdreven, hè. Hé, hey, rustig. Oh, wacht, dit is alleen shit. We hebben verder rest nog meer keuzes. We hebben meer keuzes. Waar kunnen we zijn? Hier, hats. Hats. Petje, petje. Waarom überhaupt een pet? Oh, er zal wel iets opstaan. Dan kan ik dit zien. Ik kan niet verder draaien, dus dat is wel jammer. Maar een hoop petten dus. Check de poppetje ervoor op. Gingerbread. Ho, ho, ho. Oh, wacht. Het zijn allemaal gratis, hè. Dus we gaan ook gewoon kopen. Oei. Oh, gekke. Sowieso een kerstmut. Hoe vet is dit? Oh my god. We gaan sowieso een kerstmut nemen. Oké. Dit ding is fucking lelijk. Ik wil kopen. Waar beginnen we? We gaan sowieso dit ding uiteindelijk, denk ik wel, selecteren. Maar we gaan eerst even alles kopen. Want dit soort dingen, die gaan dus na een bepaalde periode wel weg, hè. Dus het is belangrijk om te weten dat je het echt nauw op moet kopen. Want als daar ook kerstmis en alles achter de rug is, dan is de kans groot dat het ook niet meer te kopen is. En het is nou gratis, dus echt kopen is het niet eens. Dus ik zou het gewoon allemaal aanklikken, zodat jij het sowieso al tot je beschikking hebt. En dan moet je verder rest maar kijken wat je ermee doet. En hoe groot is die muts, man? Tering! Dat ding is groot, toch? Mijn hoofd is klein. Maar daar heb ik nog nooit eerder iemand horen zeggen. Dus dat lijkt me sterk. Shoes waren ook nieuwe. En alleen die elf schoenen. Dat is zo lelijk. Oh, ik moet het hebben. Tops, daar waren we al. We moeten een nieuwe broek. En die hangen volgens mij hier ook. Even kijken. Pants, hoppakee. En, oh mijn god. Dit is toch verschrikkelijk. Oh my fuck. ja, hoppakee. In het rood. Ik zou het liefst eigenlijk dit, maar dit is echt, dit is fucking gay. Dit is gewoon voor onder je kleding, zeg maar. Voor in de kou, als je buiten moet werken. Heb je nog iets geks? Nope. Maskers, die kunnen we volgens mij hier niet halen. Dus we moeten ook even naar die speciale maskerwinkel. En heb je nog iets? Nope, daar hebben we hem gehad. Je kunt ook naar de balie toe gaan. En dan kun je even outfits kijken. En dan heb je dus een compleet outfit. En als je daar iets leuks tussen hebt zit, dan kun je dat pakken. En dan ben je gelijk klaar. Nou ja, ik kan dat doen. Maakt in principe ook helemaal geen zak uit. Welke past het best? Oh mijn god, je lijkt net een crimineel. Maar dan een beetje een halve. Wat moet ik hier nou mee? Oh, die elfde vind ik echt zielig. Nee, we pakken deze. Deze ziet op zich nog wel netjes uit. Dus, hoppakee. En dan gaan we naar buiten. Ik zie niemand buiten opwachten. Heel vaak loop je naar buiten bij zo'n winkel. Dan word je gelijk door 7 met kogels. Maar het lijkt erop dat het nou veilig is. Het ziet er zo raar uit als je zo met zo'n muts het nou rondloopt. En de zon schijnt gewoon. Het is verdomme 35 graden.
Maar dat kan snel veranderen, geloof me. Dus we gaan nou eventjes richting die, die maskers en zo. En dan even daar een maskertje pakken. En het zijn niet zomaar maskers, het zijn echt gewoon hele epische dingen. Dus kijk maar gewoon eventjes, dat is fucking vet. Dus rijden we daar ondertussen even heen. Ik zal even first person rijden, misschien wel leuk, hè. Hoppakee. En als je die outfits kiest, hè. Ik weet niet of je dan ook die, die artikelen krijgt die je dus selecteert. Want ik heb nou bijvoorbeeld die schoenen. En die zijn niet nieuw van, de, van deze festive update. Of DLC of whatever. Dus ik weet niet of ik die nou los ook gekregen heb. Of alleen bij dit complete setje. En waar reed ik eigenlijk naartoe? Ik rij helemaal verkeerd, hè. Ik moet... ik moet daarheen, hè. Ah, ik rij op zich wel goed. Ah, ik rij wel goed. Ik moest alleen net rechts. Of jawel, ik moest rechts. Mooi. Toen net op het goede moment gekeken. Dus rijden we er eventjes naartoe. Maar sowieso komt er morgen een video als die sneeuw er is. Want ik wil wel graag snel sneeuw hebben. Dus daar kijk ik echt het meest naar uit, zoals ik straks al zei. En daar komt dan sowieso wel video's over. Want dat was echt iets wat echt heel erg leuk was ook om te recorden. Want dan voelt het echt compleet nieuw. En dan is het ook helemaal mistig en zo. En eigenlijk zou het ook moeten doen dat je al van die kerstliedjes op de radio had. Maar volgens mij is dat niet het geval. Want dan zou het echt compleet maken. Stond er nou... Kut, ik kan echt omkijken. Ik dacht dat er nou een auto open stond met van die vleugeldeur en zo. Het zag er best raar uit. Oké, we zijn er bijna. Ik hoop dat die maskers ook gratis zijn. Ik denk wel, maar die zijn meestal het duurste, daarom. Ik weet niet waarom ze dat doen, die maskers zijn altijd fucking prijzig. Daarom dat is het ook een van de dingen die ik gewoon niet allemaal heb. Ik heb heel veel kleding. Vrijwel alle kleding in de game, maar die maskers niet, want ze zijn gewoon fucking duur. Kleding, daar valt allemaal mee. Dus even kijken. Een mooie sombrero daar. Nee, daar is nou geen tijd voor, hè. Festive, hier, hoppakee. Oh, dit is fucking eng. Oh, mijn god. Hé, ik kan niet klikken. No! Oh, ik dacht die freeze. Oké. Hallo, klikken. Oh, oké, klik. Klik. Ginger. Oh, mijn god. Gingerbread. Die ogen zijn creepy, man. Ping! Oh, mijn god, die pingwing is fucking episch. Snowman, die hadden volgens mij vorig jaar ook. Dus waarschijnlijk ben ik dat wel kwijt. Die is lelijk. Die kennen we allemaal natuurlijk. Oké, white. En dat was het. Nou, ik ga geen snack. Ik kan er niet naar. Ik moet die. Of een... Nee, ik wil pingwing. No, wat ik nou? Ik wil een pingwing. Even kijken of ik hier nog iets anders heb. Nope. Ik wil die pingwing. Die pingwing was het vetste. Inventory. En dan gaan we naar helmets. Nee, geen helmets. Mask was het. En dan moet ik gaan zoeken. Ik heb zo fucking veel maskers, jongens. Ik heb er zo wel. Deze, de penguin. Die is echt het meest epische die er is. Die penguin. Pak de penguin. We zijn een penguin. Hoe vet is dat? Oké. Dan gaan we even kijken naar dat wapen. We hadden dus dat wapen. En dat is die homing launcher. Nou, ik weet niet of hij nou dus kan lokken op dingen. Of alleen op... Oh, hij kan ook lokken op auto's. Dat is best wel ziek. Ik dacht dat hij alleen kon lokken op helikopters en zo. Hij kan dus op alles lokken. Dus dat is fucking ziek. Dus die hebben we nou. En vervolgens dan hebben we ook nog... even kijken, dit. En dit is dus een... dit is een mijn. En die gaat af als er iets overheen rijdt. Denk ik. Of er overheen loopt. Ik hoorde een piep, alleen ik heb mijn headset niet op. Dus ik hoorde... Hè? Hoor ik nou? Maar in ieder geval, als je er overheen loopt, gaat het dus ook af. Is in ieder geval handig om te weten. Hebben we nou gelijk getest. Dus dan hoeven jullie dat in ieder geval niet meer te doen. Maar volgens mij was dit zo'n beetje alles wat nou dus nieuw is bij die festive update. Het belangrijkste, dat zijn dus die voertuigen en die wapens voor mij. De rest is een beetje, ja, het is lachen dat erbij zit. En natuurlijk straks je sneeuw als we dat krijgen. En wat ik nou eigenlijk niet kan laten is om te proberen die jet uit de lucht te schieten. Dus als die richting me... Ah, hij is uitgesprongen. No, no, lock on, lock on. No, ik had geen range meer. Je hebt dus maar een gelimiteerde range. En Swagger Boy zit in de crew, dus je schiet me niet af. Maar in ieder geval, als je de video leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we. Dit is dus precies waarom ik trust issues heb, jongens. Dit is waarom ik niemand vertrouw. En in een speciaal mijn crony. Bitch. Oh, get owned. Maar niet vast leuk voor laat like achter. Abonneer op het moment dat we het weer houden.